Kop de Feur wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Zeg het tegen iedereen, Kop de Feur. Hier zijn we grandioos in fun. Waar gaan we heen, Nienke? Intupsy. Oh, is dat een bus? Van Intupsy. Oh, dan moeten we hier ook ergens zijn. Ja. Goedemorgen. Dat heb ik laatst. Ja, ja. Oh, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Surprise. We mogen geen... We mogen voetjes geven. Kijk. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, dankjewel. Met jou? Ja, prima. Nog zitten goede gezondheid, het belangrijkste. En hoe gaat het met werk? Gaan we jullie door? Bij ons gaat alles door. Wel via beeldbellen. Dus we hebben alle techniek zo geregeld dat wij de mensen konden goed zien en behandelen via beeldbellen. Dus psychologen bij ons, psychiaters. Ja. En dan moet ik pas even wennen voor die psychiatrische psychologen, maar ze hebben het allemaal goed opgepakt. Dan hebben jullie dus, wat jullie zijn, jullie helpen mensen met geestelijke problemen. Ja. En die hebben dan ook zo'n verbinding? Ja, die hebben thuis of een laptop of een telefoon waarbij dat kan. En als ze dat niet zouden hebben, zouden ze nog een laptop kunnen leveren, zodat ze dat toch kunnen doen. Dus, het is natuurlijk wennen, maar dat is wel anders. Ja. Hoe is het voor de klanten? Want psychologen, psychiater, redden zich ermee? Het is wel minder leuk voor de klant. Kijk, fysiek contact is toch leuk. Heb je zelf waarschijnlijk ook gemerkt als je thuis bent. Ja. Als je zit te bellen, is oké. Het is functioneel, het is ook belangrijk. Maar als de contact, dat is toch wel belangrijk. We gaan ook open binnenkort. Dus hoe ga je dat dan doen? Ga je dan naar mensen thuis of laat je mensen komen? We laten de mensen in je kantoor komen. We stippelen looplijnen uit. We zetten daar materialen neer om hun handen te wassen en dergelijke. Dus alle faciliteiten heb je geregeld? Ja hoor. Als jij naar deze hele situatie kijkt, jij hebt zelf ook nogal wel verstand van de psyche van mensen. Ja, ik was wel precies. Wat doet dit met mensen? Dit is echt heel slecht voor de mensen, voor de geest van de persoon. Dit roept heel vaak heel veel meer depressiviteit op en angsten. Ik denk dat wij eigenlijk wel drukker gaan krijgen, eerlijk gezegd, straks. Ja, hierna, als het loskomt. Wat zou jouw belangrijkste advies aan mensen zijn, nu? Voorzichtig zijn, maar aan de andere kant ook niet zo extreem voorzichtig zijn dat je de angst laat overheersen. Nee. Nou, voor mij lukt dat nog redelijk. Jou ook, Duncan? Zeker, maar lukt hartstikke goed. Ja, dat positief blijven. We zijn sowieso positief mensen, dus dat betekent. Helpt dat eigenlijk? Positief zijn, ja, absoluut. Ja. Positief blijven en het uiten van jezelf. Het, zeg maar dansen, lopen, wandelen, iets fysieks doen, voetballen. Oh, nou, leg neer. Doe jij een beetje eigenlijk? Ik heb er aardig goed op. Ja, ik weet alleen jij. Nou. Ja, die hond kan nog beter. Kijk, dat is zelfs keeper. Nee. Ik geef jou de bal. Dankjewel. Heel veel succes met alles, jongen. Bedankt. Succes, hè, jongens. Ja, dankjewel. Applaus, mensen. Yay. Oh, heel belangrijk. Mis je het voetbal ook? Ja, ik mis het voetbal heel erg. Ik vind het echt jammer dat het nu niet doorgaat. Ja, ik mis het heel erg. Ja. Zelfs op tv had ik wel willen kijken, zeg maar. Absoluut. Als dat er was geweest zonder publiek, had je ook gedaan. Had ik ook gedaan, absoluut. Ja. Zet hem af, jongen. Daarom was Polsen in Duitsland. Nee, hoor. Nee, dat is Groningen. Kop de deur. Kop de deur. Kop de deur. Hier zijn de grandiozen. Ik versluit heel wat pakjes kaarten in een jaar. En soms als ik een nieuw pakje kaarten open, dan krijg ik kaarten die verkeerd gedrukt zijn. Zo zijn deze kaarten zo bedrukt dat ze aan één kant alleen maar rugzijdes hebben, maar aan de andere kant ook. Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Maar het leuke is, dat als je goed kijkt, dat je toch kan zien wat de kaarten hadden moeten zijn. Zo had bijvoorbeeld deze kaart, dat had de klaveren 6 moeten zijn. En dat kun je niet zien aan deze kant. Maar aan deze kant is het soms des te duidelijker dat het klaveren 6 had moeten zijn. Aan deze kaart, zo te zien, had dat harten 6 moeten zijn. Kun je ook weer niet zien aan deze kant, maar aan deze kant is het best duidelijk. En dit had de schoppen 6 moeten zijn. Ook dat kun je weer maar aan één kant zien. Nou, en de laatste kaart, je raadt het natuurlijk al, dat kun je aan deze kant zien. Dat had de ruiten 6 moeten zijn. Nou ja. En zo heb ik toch nog wat aan deze verkeerd gedrukte kaarten. Dus dat is ook wel fijn.
Ondertussen op internet wordt mogelijk gemaakt door AgriSun. What is your personal philosophy of rehabilitation? So my personal philosophy of rehabilitation... Surprise for you. What? Catch. There's nothing in here. There's nothing in here. There's nothing in here. I'm not playing with me. Now go check homeboy. Boy, your dad's gonna kick out tail. Come on, bro. What's up? Yeah, that was a girl. De dagserenade wordt mogelijk gemaakt door Alpha Melktechniek. God de ver! Opnieuw een adres in Oude Pekela. Ja, weer geen idee natuurlijk. Dat is zo leuk, het is voor mij ook elke keer een verrassing. En Henk weet het wel, hij rijdt dan nu wel achter mij. Dat is ook anders dan normaal. Maar ja, ik ben benieuwd. Het schijnt weer iemand te zijn die jarig is. Zover ben ik wel. En een mevrouw. Voor een mevrouw die jarig is, hè, heb ik begrepen, ja, toch? Moeken we Vera of oma van... Weet niet, we hoort wel. Vera. Vera. Daar hebben we mee afgesproken. Vera is mijn Facebook-kamer van vriendin. Oh ja? Ja, Vera. Mooi. Zo daar. 149. Je kunt, moet er gewoon naar buiten springen. Oh. Wil je misschien een keer doen dan? Die man is onderweg. Zo wel wakker. Ja, ze mag. Hallo. Ja, daar komt ze. Gefeliciteerd, hè? Ze komt eraan. Oh, ze komt eraan. Kijk eens. Ze komt eraan. Oh, joe. Hallo. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, ja. Dankjewel. Gefeliciteerd. 80 euro, een mooie leeftijd. Ja. 60, hè? 60. Ik wil even Vera. Hou het je Vera Limbers, hè? Heb ik wakker nou? Nee, Vicky Brown. Kan dat? Zoals hij leeft, zijn. Ja, ja, hè? Ja, dat is wel gepast. Oh, mooie dag. Ben je foto met mijn oma? Jazeker. Ja, dat is een bouw, ja. Je wordt op een gegeven moment nog meer. We gaan lang zoals hij leeft. Oh. Ja, die ken je wel, hè? Ja. Lang zoals. Ja, ja, goed hoor. Hé, hey, met zijn, u ook, hè, meneer? Ja, met zijn, hè? Ja, hoor.
Jullie ook, hè? Doe ook, hè? Doe ook even snel, hè? Oh, meezingen, langs de afsluiting, hè? Kop de Veur wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, Kop de Veur. Hier zijn we grandioos.